Hier zo midden in Alicante, ja. En ik doe het kapje even af, jongens, want dan kun je me beter verstaan. Maar ik doe hem zo weer op, hoor. Maar dan, ja, daar zit ik te denken aan al die maatregelen. En aan de verschillen tussen de verschillende landen. En hoe Nederlanders daarmee omgaan. En hoe het kabinet daarmee omgaat. En dat maalt mij door mijn hoofd. En al die verschillende dingen. Want dan gaat het over discipline van de Spanjaarden. En de discipline van bijvoorbeeld de Duitsers. En de Nederlanders die dan niet die discipline hebben om te zeggen van oké, we houden ons gewoon aan die regels. En daar gaat het dan om. Soms zijn dingen toch gewoon heel eenvoudig, of niet? Want dan is het gewoon een kwestie van, weet je nog, vroeger, dat deed mijn moeder dit, hè. Om 19:30, 's avonds. En dan gingen die handen, die gingen onder het raam door. En dan klapten ze, zo. En dan had je als kind gewoon binnen te komen. Ja, en ook geen discussie, hè. Ook niet van, ja, maar gewoon kloppen dicht. Niks mee te maken. Als ik klap, dan kom je gewoon binnen. En als je door blijft zeuren, dan kon je gelijk door naar je kamer. Hup, en dan kreeg je ook niks meer te eten en klaar. Zo was het. En niet anders. En dat is wat het is. Soms dan heb je gewoon maar even te doen wat er gezegd wordt. Jongens, het is gewoon niet anders. Want ik heb het al eerder gezegd. De Nederlanders, die laat zich gewoon niks vertellen. Nee. En ik weet ook hoe dat komt, want het ligt ook helemaal aan het kabinet. Ja, want het kabinet, die zit er maar. Die zit er maar de hele tijd. Oh, wat moeten we nou? Want als we die Nederlander precies gaan vertellen of we dragen die Nederlander op met een plicht dit of dat, dan strijken we ze woed tegen, woed tegen de haren. En daar zijn ze bang voor. Niks tegen de haren instrijken in Nederland. Nee. Dus wat gaan we dan krijgen? Dan krijgen we dus een kabinet dat gaat lopen schipperen. We doen een beetje zo en we doen een beetje zo. En we gaan dat niet verplichten. Nee, maar dan doen we een dringend advies. Nou, als mijn moeder dus vroeger dus zo klopte, dan was het geen dringend advies om binnen te komen. Maar dat doet dan zo'n kabinet wel. De kabinet zegt dan van, ja, maar we gaan het niet verplichten, want we maken er een dringend advies van. En dan is het wel in die winkel en wel in dit station, of wel in dit of wel in dat. Maar het is, ja, en is het dan wel in de buitenlucht of niet in de buitenlucht, maar het is geen verplichting. Wat krijg je dan? Dat die Nederlanders, die raken helemaal de weg kwijt. Ja, een voorbeeldje. Wat? Een paar maanden geleden werd er gezegd, dit doen we niet. Dit doen we niet in Nederland. Nee, we doen geen mondkapje. Nee, want dat was schijnveiligheid. Dus hup, weg met het mondkapje, totaal niet. En wat hebben we nu? Ja, wat zeggen ze nu? Ja, hey, dringend advies. Ja, wel een mondkapje. Daar wordt toch iedereen knettergek van? Dus wat hebben ze nou bereikt met hun geschipper en hun geklooi? Dat de mensen, je hebt ze niet tegen de haren ingestreken. Nee, wat je gedaan hebt, je hebt ze totaal muf geluld. En je hebt gewoon onverschillige Nederlanders gekregen. Die gewoon niet meer geïnteresseerd zijn in al die maatregelen. Want ik ken gewoon mensen. En die spreek ik en die zeggen dan van, ja maar Harry, ik ga gewoon naar mijn werk. Zoek het uit met je onzin. Ik heb er geen trek meer in. Onverschilligheid. Geen zin meer in. En dat is dan wat je dus met al dat gedoe en dat links en rechts en niet duidelijk zijn. Want daar gaat het dan om. Je bent nooit echt duidelijk geweest, kabinet. En dan krijg je dus dit als resultaat. Onverschilligheid. En zover zijn we nu in Nederland.